De inhoud van de enige troost. Het beroemde antwoord op de eerste catechismusvraag begint zo. Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wij horen in dit antwoord iets van het naïeve van een kind en tegelijkertijd de taal van gerijpte levenswijsheid van een man. Deze twee zijn trouwens geen tegenstelling, want indien gij niet gelijk een kind wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. De kinderlijke overgave spreekt in het belijden dat ik mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Ik behoor de Heer Jezus toe. Ik ben van Hem, geheel van Hem. Hij is van mij, geheel van mij. Daar is feitelijk alles mee gezegd. Wat moet er nu nog meer bij? Welke troost is beter en zoeter voor het hart dan deze troost? In druk mij toegezegd dat ik geheel in leven en in sterven voor rekening van de Heer Jezus ben. Hij zorgt voor mij in alle nood. Hij helpt mij door elke teleurstelling. Hij gaat met mij door het dal van de schaduwen des doods. Hij is mijn toevlucht en mijn deel in het land der levenden. Wie dat kinderlijk gelooft, is altijd gerust. Anderzijds spreekt in dit antwoord ook gerijpte levenswijsheid, zeiden we. Dat blijkt uit de belijdenis dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben. Niet mijn. Deze verklaring geeft blijk van gelovige eerlijkheid. Want het betekent zoveel als ik ben van mijzelf verlost. Er is wel op te letten dat deze tegenstelling hier gemaakt wordt. Niet mijn, maar. We zijn geneigd over die tegenstelling heen te lopen en dan aanstonds breed uit te wijden over het andere, die mij van alle gewelden Satans verlost heeft. Dat is natuurlijk ook wel zo. En dat is ook mooi en heerlijk, dat we door Christus' verlossing uit de greep van de Satan weg zijn. Maar de catechismus juicht er in de eerste plaats over dat ik van mijzelf verlost en geen slaaf van mijn eigen luimen, hartstochten en driften meer ben. Daar moeten we goed op letten. We geven dikwijls de duivel de schuld van wat op ons krediet moet staan. En het is daarom nog grotere weldaad bijna als een mens zichzelf kwijt is, dan wanneer hij van de heerschappij de Satans verlost is. Van mijzelf verlost, dat is waarachtige bevrijding. Ieder mens is van nature slaaf van zijn eigen ik. Men noemt dit slaaf van zichzelf zijn ook wel eens eigen heer en meester zijn. Maar dat is de meest tragische vergissing die men begaan kan. De mens die zichzelf tot heer en meester over zichzelf heeft uitgeroepen, is meer slaaf dan heer. Omdat de natuurlijke mens nu eenmaal de onnatuurlijke vijand van zichzelf is. Wie de zonde doet, is de dienstknecht der zonde. Het eigen ik is de grootste tiran die er bestaat. De grote dictator. Ik, knecht en knout, niet alleen de ziel van zijn bezitter, maar is ook een schrik en groot verdriet voor heel zijn omgeving. Wie zijn eigen heer en meester is, is zichzelf niet meer meester en brengt overal verwoesting, niet het minst over zijn eigen ziel, zodat het al met al te begrijpen is dat deze verloste zo hoog jubelt over de verlossing van zijn eigen ik. Hij is blij dat hij niet meer zichzelf toebehoort en dat de Heiland hem afgeleerd heeft zijn eigen wil door te zetten. Zijn ik gebroken heeft, zodat hij niet meer in bewondering opziet naar zichzelf. Ik behoor dus niet meer mijzelf toe, maar ik behoor Jezus toe. Te belijden, ik behoor bij Jezus, is nog niet precies hetzelfde als te zeggen, ik hoor bij de kerk. Deze twee kunnen samenvallen, maar kunnen ook heel goed uit elkaar liggen. De Bijbel zegt nu eenmaal dat niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt.
en dat in het ene net zowel goede als kwade vissen zijn. Als u belijdt, ik ben het eigendom van Jezus Christus, hem behoor ik toe, dan staat het in elk geval ook vast dat u een trouw en vooral ook een levend lid van de kerk is. En dat u niet alleen vraagt, wat heb ik aan de kerk, maar ook, wat heeft de kerk aan mij? Als u dus wilt dat iedereen precies weet waar hij met u aan toe is, zeg dan niet, ik hoor aan de kerk, maar ik ben van Christus. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, wiens eigen ik ben, dat is een voorrecht, maar ook een opdracht. Wij mogen en moeten ons in privileges verlustigen, maar het zou vroom egoïsme wezen als we de verantwoordelijkheid vergaten die erin ligt, dat Christus onze eigenaar en wij zijn eigendom zijn. Het is die van strikte onderwerping. We komen daarop aan het slot van dit antwoord terug. We gaan nu eerst een misverstand opruimen. Als ik zeg dat ik eigendom van Christus ben, dan betekent dat zoveel als lijfeigene, als slaaf. En nu zijn er heel wat jonge mensen die menen dat het dan met hun vrijheid finaal uit is. Maar dat is helemaal fout. Zo kan alleen maar spreken die nooit begrepen heeft het lied onder zijn heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Nee, met uw vrijheid is het onder Christus heerschappij niet gedaan. Die wordt in tegendeel dan pas volkomen. Wie van Christus niet is, die is juist gebonden. Wie van Christus niet is, is van Satan. Een derde mogelijkheid is er niet. Een Satansknecht te wezen betekent gebondenheid en slavernij tot en met. Nee, weet u waar het wel mee uit is als u Christus toe behoort? Dat zult ge ook eigenlijk wel bedoeld hebben, zo pas, met uw ongebondenheid. Uw willekeur is er dan gedaan. Deze twee begrippen, vrijheid en ongebondenheid, worden nogal eens met elkaar verward. Maar ze zijn natuurlijk lang niet gelijk. Waarachtige vrijheid is gebondenheid. Ongebondenheid is een karikatuur van de vrijheid. Wat is vrijer dan een vis in het water? Maar aan dat water is die vis dan ook gebonden. Het water is een gevangenis niet, maar zijn element. Uit het water te gaan zou zijn dood betekenen. Wie zo aan Christus gebonden is, raakt zijn vrijheid niet kwijt, maar komt juist in zijn element en bereikt zijn ware bestemming, omdat Christus terugvoert tot God, bij wie wij behoren, zoals een vis in het water en een vogel in de lucht. Buiten hem is de dood. Gebondenheid aan Christus is dus helemaal niet beklagenswaardig. Het is het schoonste privilege, te meer omdat feitelijk zo moeilijk uit te maken is wat een gelovige meer is, eigendom van Christus of eigenaar. Ben ik van hem of is hij van mij? Het is niet het een of het ander. Het is zowel het een als het ander. Een van de psalmdichters noemt God in zijn in één adem mijn toevlucht en mijn deel. En daar hebt u ze allebei. Mijn toevlucht, ik ben van hem. Mijn deel, hij is van mij. Wij zijn in deze wereld vluchtelingen die bescherming zoeken bij de Here. We zijn tegelijk bezitters, rechtmatige eigenaars van Christus en al zijn goederen, terwijl de Here deze wereld in grond der zaak slaven zijn, schemert hier iets door van de waarheid dat de slaven van Christus heren der wereld zijn. En wat is het dan nu dat de Christen in Christus bezit? Welke aard is zijn vrijheid? Welk karakter draagt zijn verlossing? Dit wordt nu in de catechismus naar twee kanten beschreven. En wel als verlossing van de schulden zonde en verlossing van de heerschappij van Satan. Verlossing van de schulden zonde. Men luisterde slechts naar de woorden van graniet
die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden, niet voor enkele, maar voor alle, volkomen, en dat is niet slechts ten dele, heeft betaald. Dit is nu waarlijk troost. Wat het sterven zo angstig maakt, is de zonde. En wat het leven zo somber maakt, is de zonde. Er staat in het avondmaalsformulier dat hij de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Honger en kommer zijn dus slechts de gevolgen. De zonde is de oorzaak. Heel veel mensen keren dit om. Ze menen dat ze eerst gelukkig zouden zijn als de honger en kommer maar weggenomen werden. De christen ziet dieper. Hij wil niet dat de pijn slecht gestild, maar dat de oorzaak van de kwaal wordt aangetast. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is de verlossing van de schuld der zonde. Daar moet noodzakelijk nog iets anders bij komen. De zonde is niet alleen schuld, maar ook macht. Verlossing van de schuld alleen zou een halve verlossing wezen. We bleven dan nog in de greep, de macht der zonde. Vandaar dat de catechismus vervolgt, die mij van alle geweld, en dat is heerschappij, de Satans verlost heeft. Dit laatste hoort erbij, zoals het licht hoort bij de zon. Men voelt dat er stond. Wat te zeggen van iemand die roemt in de vergeving der zonden, maar zijn oude zondeleven nog de vrije teugel laat. Dat gaat niet. Dat klopt niet. Daar wringt iets. De verlossing van de schuld der zonde krijgt, om zo te zeggen, vlees en bloed in het feit dat ook de macht der zonde en de heerschappij des doods, des Satans, in mijn leven gebroken is. Het is met uw hoge sprongen gedaan, heer Satan.